Vandaag ga ik u een kijktip geven. En tevens gaan we het daardoor ook hebben over guilty pleasures. En zoals u dan vast al kunt vermoeden, gaat het over een serie op Netflix. Ja, ik dacht het mag er eens wat lichter in deze vlog zijn. Het hoeft niet altijd over serieuze onderwerpen te gaan. En de kijktip, dat wil ik er wel alvast bij zeggen, is voornamelijk voor vrouwen. Of misschien om te kijken met uw vrouw, dochter, kleindochter of nicht, of hoe dan ook. De tip is eigenlijk van iemand anders, van Cécile Narings. U kent haar misschien, modejournaliste, redactrice van de Volkskrant. En zij publiceerde deze week een artikel over wat je misschien kunt noemen series en films die allemaal over een beetje hetzelfde onderwerp gaan, namelijk over een jonge vrouw die binnenkomt op een redactie van een modetijdschrift. U kent misschien de film The Devil Wears Prada. Nou ja, en er is een nieuwe serie van dit soort verschenen op Netflix, dus The Bold Type. En naar aanleiding daarvan heeft Cécile Narings een heel overzicht geschreven van al die series en films die eigenlijk allemaal datzelfde stramien volgen. Jonge, getalenteerde vrouw komt binnen op die moederedactie. Er is een bitse, super strenge redactrice die haar laat springen en van alles doen. En bijvoorbeeld ook nog eens clichés als de fashion director die natuurlijk gay is enzovoort. Het goede van dat verhaal van Cécile Narings is dat zij je ook meeneemt naar de wereld van de echte redacties, hoe dat eigenlijk zit. Maar ook in de films en dat er tegenover stelt. En ze vertelt dus over die nieuwe serie die zij heeft ontdekt, The Bold Type, en waarom die het kijken waard is. En naar aanleiding van haar tip ben ik ook eens gaan kijken. En ik kan het bevestigen, het is heel lichte entertainment uiteindelijk. En voor de fashion en zo kijk ik het ook niet. Of de meisjes dingen enzovoort. Maar wat het kijken waard is, is dat je, en dan ga ik nu de woorden gebruiken van Sigrid Kaag, het gaat eigenlijk ook over een ander soort leiderschap. Ja, en we hebben het daar heel vaak over en het is denk ik ook nodig, dat nieuwe leiderschap. Misschien wel ook meer vrouwelijk leiderschap. En dat is heel mooi te zien aan de hoofdpersonage of een van de hoofdpersonages in The Bold Type. En dat is de hoofdredactrice Jacqueline Carlyle. Alleen voor haar is die serie het kijken waard. Want je kunt mensen leiden, opleiden, professioneel zijn en toch ook keihard en ook menselijk en warm. Dus nogmaals, misschien om te kijken met uw nicht of een zus of een dochter. Voor een lichte entertainment avond. En voor de wat serieuzere onderwerpen verwijs ik u gewoon door naar de nieuwe editie. Zet wel extra tijd.